Yo mensen, welkom bij een nieuwe video en ik heb een gast en die eet... Nijo! Nijo! Heel veel mensen kennen hem nog van oude kanaal. Op dit moment zitten we in de Shotbo-server. We gaan geen NLA'tje spelen, we gaan geen Dead by Void spelen, maar we gaan een nieuwe game mode spelen. En wat is die game mode, Nijo? When you roguelike. Het is nieuw, het is heel raar, het is wel leuk. Het is een soort van, zou het bijna noemen als zombies. Ja, het is gewoon een soort beest, ja, dungeons die je door moet lopen en dan allemaal maken, doe je, zeg maar. Ja, je moet gewoon zombies en skeletons killen en creepers zijn super machtig, soort van. Ja. En het is gewoon een soort van survival. Je kan mensen reviven, dan moet je dichtbij ze staan, maar dan gaan we gewoon direct spelen. Ja. Dus begin maar en dan gaan we lekker kijken wat we gaan doen. We hebben nu Gamer Hendrik erin en hij moet even, wat ga je doen? Oh ja, ik moet naar die ding toe lopen of? Oh, ik loop wel met je mee, ik vind het gezellig. Gezellig, yep. Start your adventure, let's do this! En dan de makkelijkste. Ja. En je hebt ook levels, hè? Want als je de eerste haalt... Oh, fuck. Oh, wow. Oh. Oké, we zijn er. Oh, we hebben wel Mii Gamer. Oh, hi. Oh, Mii Gamer zit er ook bij. Oké, nou, hun hebben een beetje nieuwe armor. Wij hebben nog geen armor, omdat we hem nog wel gaan opnemen. Dus we gaan nu beginnen. En ja, wat gaan we doen? We moeten lopen. Ja, als je zeg maar hierheen loopt, dan gaan de mobs spannen. Ja. En dan zie je een aantal dingen te vroeg ook het zijn. Creepers, die killen ons echt in één keer. Oh, kijk, daar is al een creeper. Ja, hun hebben natuurlijk heel goed armen, dus hun gaan niet in één keer dood. Nou. Oh, ik heb een health potion. Niet oh, hier, wil je er een? Ja, graag. Hebben ze hem? Yes, dank je. Oké, maar dan moet je gewoon helemaal doorlopen en het staat vaak wat je moet doen. We moeten nu de portal. We moeten een end portal moeten zoeken. Ja. Oh. Die is dood. Oh. Oh. Dat wordt hem niet. Ja, we moeten nu een emporter zoeken en als we die hebben, hebben we gewonnen. Ojo! Oké, we moeten hem reviven. Ja, reviven. Skill, beschermen. Ja, ik bescherm je, ik zit in je rug. Okay. Kijk, en zo wordt dus iemand gerevived. Het is een hele leuke game, hoor. We kwamen er net pas achter. Nou, ik wist het al. Ik had al allemaal ledder keer. Ze wisten het niet. Oh, fuck. Nee, ik wist het zelf niet. Digios wist het. Oh shit, Mii Gamer! We letten echt niet op. Nee, ze spelen gewoon als motherfuckers. Wij zijn zelfs beter. Hoe kan dit? En je krijgt dus gold, zoals je ziet. Als je op E klikt, zie je een bucket of gold en dan heb je 77 gold. En dan kan je dus dingen kopen in een shop. En dat is hartstikke leuk eigenlijk. Oh, we hebben natuurlijk precies hetzelfde gold op dit moment, hè? Ja, ik heb 77 nu. Ja, ik ook. Oké, wat ik dus al in de gaten heb, gewoon schieten creepers, altijd. Dat is die... Oh, wow, ik zag een enderpearl. Ik zag ook een enderpearl. Wow. Shit. Hoeveel hartjes heb jij eigenlijk? 3. Oh, ik heb er al 4. Iemand pakt heel veel golds. Ja, maar jij krijgt dezelfde gold, hè? Ook als ze het pakken. Oh ja? Ja. Oh, volgens mij is dit de baas. Want ik had... Oh. Is dit de baas? Ik weet niet. Oh, wow, top. Wat? Wow. Wat is dat? Creeper. Ik ben dood. Ook. Ben je ook dood? Boy, oh, kijk hoe ze liggen dan. Lol. Ik word gerevived nu. Oh, ik niet dan. Wacht, ik revive. Ah, motherfucker. Als we weer dood. Oké. Je hebt nu nog 2 levens, hè? Nee, ik heb er nog 4. Nee, 2. Ik heb golden apple. Ik weet niet hoe dit... Ja? Als je rest kijkt, zie je hier zeg maar je levens. Zie je dat? Oh, ik heb nog 2. Holy shit. Oh, hier een secret door. Oh, chest. Oeh, wat zit erin? Gold en arrows. Heb jij nu, hoeveel arrows heb jij er nu? Ik heb er 4. Oh, oké. Okay. Nee, dan krijg jij niet ook die arrows. Oh, in elke room zit een chest, zeggen ze. Okay. Sommige 2. Oh ja, okay. Moet even ook aan deze dingen laten zien. Kijk uit, hier rug. Oh! Wow! Ik ben bijna dood. Oh, en weer is er eentje dood. Oké, maar we moeten even dit ding laten zien, de hoek en zo. Ja. Want de eerste is de Shadow Walk. Als je die gebruikt, zoals je ziet, word je onzichtbaar. Ja, en dan kunnen de mobs je niet zien. Ja, en dan heb je de hoek. Dat is de... hoe noem je dat? Annie?
No way, you can only go deeper. Sorry, nog één keer. Hoe noem je dit ding ook weer op Annie? De hoek? Je sterretje. Ja, hij is... Dat, je met een sterretje kan je zeg maar op... Wow, ik was bijna dood. Maar tenminste, met het sterretje kan je dingen pakken of ergens heen gaan. Met een smokebom. Ja, dat is wel een beetje logisch. Het is een smokebom. Maar wat gebeurt er dan? Er komt allemaal rook. Ik weet niet precies wat hij doet, maar er komt tenminste allemaal rook. Oh, daar is het einde al. Zijn we al klaar? Ja, voor deze wave, hè. En straks heb je hier nog een level, Nina. Serieus? Ja. Oh, schiet ze neer. Snap, mooi. Oké. Wow! Oh, Bartje. Oké, ik splash mezelf even. Oké, wat we nu moeten doen, is iedereen dood? Oké, ga op een van deze staan. Zo, kijk, en dan gaat hij open. Wow! Oké, ik dacht dat hij dood was, jij ook? Wow! Wat? Dat kon toch gewoon voor de lol vechten. Oh, dat was niks. Ik dacht even, ben ik dood? Wow, lol. Ik dacht al, what the fuck? Ik dacht, wat de hel gebeurt er? Oké, dit is level 2. Ja, we hebben ook weer 3 levens. We hebben nu ook 140 gold, hè? Oh, shit. Oppassen, want ze zijn sterker. Ze hebben nu ook armor en alles, hè? Dus echt oppassen. Oké. We zijn nu een stuk sterker, dus we gaan ook sneller dood. De vorige keer dat ik dit deed, gingen we allemaal dood bij wave 2. Serieus? Ja, maar hun hebben natuurlijk armor, dus hun zijn wel sterker. Oké, nou maar, we moeten straks echt even armor gaan kopen. Ja, voor we kunnen de volgende full leather keer kopen, want het kost 25 per stuk. Oké, nou dan kunnen we dat in ieder geval nemen. Straks zit hier een booby trap, ik weet het nu al. Oh shit. Oké, hij heeft armor. Knal hem neer. Wat? Hij gaat niet dood. Ja, wij hebben natuurlijk al die slechte armor nog, dus dit is moeilijk. Nou, gold pakken. Gold, is er nog iets hier? En elke ding zit er toch een chest? Ja, we hebben daar toch net een chest gehad. Oh ja. My bad. Kijk uit, want ze komen weer. Ik heb hier een potion of healing. Ja, ik heb nu nog... Heb je nou net gegooid? Ja. Yeah. Had je veel healed? Ja. Yeah. Dan had het er geen... Wow. Oh! Creeper! Ik ben dood. Ben je dood? Ja. Yeah. Oh, ik ren de soort weg. Ik heb hem nog net overleefd. Maar je kan nog... Het is nog een beetje buggy, laat me zo zeggen. Ja, het is nog echt... Je moet ook alleen zilver. Als je zilver bent op shotball of hoger, kun je erin. Dus... Zoals je net zag, dit is een button en dan betekent dat hier beneden een parcoursje is, zeg maar met de chest of er is lava. Oké, dus nu zit er gewoon een soort van chest beneden. Ik weet niet wie hem afgepakt, denk het al. Ja, ik vind het slink. Ik zat maar, oké, ik ga het inhouden, maar nee. Nou, verslik je. Wow, doei. Ik zet even Oh, we moeten inhibitors vinden. 2 inhibitors. Shadowhawk. Doet niemand nou iets? Ik ben dood. The fuck. Je moet niet blijven staan, joh. Ik blijf ook niet staan, ik ren weg. Oké, ik kom je wel redden. Revive me. Ik heb nog maar 1 leven. Echt? Ja. Ik heb, maar als ik dood ga, kan ik je leven geven. Als je straks nog dood gaat. Geef me een leven dan. Dat pas als je echt dood bent, hè. Maar word je dan nog niet opnieuw gespawnd in een nieuwe dingetje? Nee, want dat is zeg maar, ik heb mijn leven aan jou. Dus dan kan je in plaats van je eigen leven heb je al gebruikt. Die hoofden kijken naar me, vriend. Wat? Die hoofden. Bewegen ze? Ja, kijk. Wacht even, ik doe even dit parcours. Wacht, moet je dit parcours doen? Nee, het is geen parcours. Oh, je kan hem gewoon zo openen. Ja. Kijk, die hoofden echt naar je. Wat is dit? Wat? Doe eens. Dat is creepy. Wow! Wat? Oh, dan kan je dat doen. Oh ja, serieus. Serieus. Wow. Ik heb je leven gegeven. Wauw. Dat was heel slecht. Oh nee, iemand anders gaf je leven. Oh nee, ik heb nog een leven. Nou, dankjewel. Nou, Shaquille. Hoe ga je dit doen? Gewoon lopen. Oh, je hebt moet de inhibitor zoeken. Inhibitor? Ja, dat zijn zeg maar, volgens mij obsidian blokken. Die moeten we vinden. Als we die hebben, kunnen we verder gaan. Oh shit, ik ga terug. Doei! Ik ga gewoon hier achter staan als ze dood staan. Lekker makkelijk. Hij zit vast. Oh, gold. Ik vind al die andere dingen vind ik het helemaal tof, maar die creepers zijn echt massive. Ja, die creepers. Wacht, nee, deze zijn ook niet fijn hoor.
Dat zeg ik je nu alvast. Als je even verder komt, en als je even tegen ze aanstaat, die vermoorden je zo. Ja, maar dan moet je ook niet er tegen aangestaan. Ja, lekker slim, Digio. Wat is een inhib? Waar staat er? Hij zei, oh, dit is een skeleton. Oh, dat was een inhib. Zie je? Ah. Een emerald rock. Zag je hem net? Skeleton King? Hoi, yo. Ja, oppassen. Deze groep. Oh, allemaal skeleton. Nee! Wow, don't for skeleton. Achter je, Digio's. Achter je. Achter je, vriend. Kijk, achter je. Achter je, vriend. Oh, je viel weg? Je viel weg, ja. Ja, viel, ja. Ik ben ook dood. Kijk achter je, hoeveel skeletons er waren. Hoeveel er zijn? Wow. Hij leeft nog, hè? Kijk, Gabe Hendrik. Hij is onzichtbaar, hij is onzichtbaar. Hij is kijk hier. Hem gaan. Kijk hem gaan. Hij gaat dood. Yo, ja, Mi Gamer is er nog. Hij is dood. Ja, hij is dood. Maar, is die het erg? Wat is hier niet erg aan? Iedereen maakt die fout. Wat? Ik was Jaakje over, sorry Jaakje. Maakt niet uit. Oké, Mi Gamer leeft alleen nog. Ik haal het level wel. Oké. Ja, je hoeft hem niet te killen volgens mij. Want we hadden de inhibitor toch? Hij gaat via een andere kant. Wacht, Shaquille, als je hem hit, spawnt er dan skeletons. Ja. Ik hit hem echt 20 keer. Wow. Oké, dus hij moet nu voor ons het level halen. Uh-huh. Oké, wat komt er allemaal nog? Oh. Wow. Ik kan niet verder. Oh nee, we mochten niet verder als we net waren. Oh fuck. Shit. Werd je ook teruggeteleporteerd? Ja, ik word ook teruggeteleporteerd. Okay, dan moet kijk de Skeleton King hier zo bij jou. Ja, wauw. Die ga ik dus nooit meer aanvallen. De vorige keer was er ook dit dood gegaan, hè? Ja? Ja. Oh, kan je vliegen? Oh. Ja. Oké, we kunnen niet verder als dit gaan. Dan gaan we dood. We hebben 256 gold, hè? Wacht even. Holy shit, 256. Ja, dus kunnen we wel even goede gear kopen zometeen. Jullie kunnen niet in kamers vliegen waar we nog niet zijn geweest. Daar kwamen we ook net achter. Oh. Ja. Dom. Jij ook? Ja. Oh. Wij zijn niet zo slim. Oh, ik game Hendrik. Ik werd al teruggeteleporteerd. Of als één van ons het doet, worden we allemaal teruggeteleporteerd. Wat? Nog meer? Ik ben weer terug. Waar moeten we nou heen? Oh, hier moeten we niet heen. Ik weet niet waar ik naartoe moet. Waar is hij heen gegaan? Ga ik nu naar boven? Oh, ik weet niet. En nu? Wat moeten we nu doen? Volgens mij... Maar waar is hij heen gelopen? Want ik word even teruggeteleporteerd. Wachten. Oh, nee, wachten. Ik zie. Oh, we kunnen niet verder als we hiervoor zijn gegaan. Dus we kunnen hier alleen een beetje hier chillen. Wat is dit dan? Oh, is niks. Oh, Shaquille. Hij leeft nog, want er... Ja, maar we kunnen niet kijken wat hij aan het doen is. Ja, dat is kut. Skeletons. Even kijken. Ik zie een naam daar. Oh. Hey, ik ben ietsjes verder. Wat? Ja, hij is dood. Ah, jammer. Nou, zullen we dan even terug om een gear te kopen? Ja, dan gaan we dat even doen. En dan laten we dat in de volgende aflevering zien. Vinden jullie dit leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. En dan weten we of we verder mee moeten gaan. Misschien wel leuk voor de mensen. Ik vind het in ieder geval leuk. Ja, maar we zijn nog slecht. We zijn nog slecht. Maar we gaan nu lekker naar de winkel toe. En dan gaan we wat spulletjes kopen. En dan komt het helemaal goed. Ja. Ja? Jongens, bedankt voor het kijken. Abonneer ook even op Digio's kanaal. Ik ben Digio. En ook natuurlijk op Shaq Place. Jongens, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Yo.